NEC mocht na afloop van de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven de handen dichtknijpen met een 2-1 overwinning. Verdediger Robin Buwalda en trainer Adrie Bogers waren alleen blij met het resultaat. Adrie Bogers, gefeliciteerd, maar ik denk dat je met samengeknepen billen toch naar de tweede helft gekeken hebt. Ja, klopt. Inderdaad, Eindhoven had de overhand en die goal die zag je uiteindelijk wel een beetje aankomen. Dus het is mooi dat we uiteindelijk nog de winnende scoren, maar inderdaad, dat was... Het was benauwd. Ik denk dat het geen goede wedstrijd was van onze kant. En je mag gewoon blij zijn dat je hem wint. Hoe kan dat? Dat NEC in eigen huis eigenlijk zo in de tweede helft overlopen wordt. Ik las ergens 86% balbezit voor Eindhoven de tweede helft. Ja, nee, dat mag eigenlijk niet. Nee, maar het is zoals het is op het moment. Tot slot, Adrie. Je wint vandaag. Je gaat nog analyseren hoe het dan komt. Dan wil ik toch alvast één dingetje poneren om te kijken of dat voor jou ook iets is waardoor je niet goed speelt. Je mist 7 spelers. En van die 7 spelers zouden er best wel eens een paar heel goed in een basiselftal kunnen spelen. Hoe gaat dat voor jou de komende weken worden met spelers als Del en Golla die weg konden, maar toch blijven? Ja... Ja, ik vind dat je nooit te veel de excuses moet aanvoeren van wie er niet bij waren. We hebben het met deze jongens gedaan en qua resultaat hebben ze het prima gedaan. En in de uitvoering valt er heel veel te verbeteren. Want hoe is dat voor jou? Hè? Golla speelt dan in de baas de eerste paar wedstrijden, lijkt dan weg te gaan, gaat dan niet weg. Waar hoop je dan op dat die jongen een transfer maakt, zodat jij een kans krijgt? Of vind je het nu ook wel weer leuk dat je een concurrent erbij hebt? Hoe gaat dat in jouw hoofd om? Wil je een eerlijk antwoord? Ja, tuurlijk, eerlijk. Natuurlijk mag hij van mij dan weg, toch? Ja, nee. Kijk, ik heb een goede relatie, om het zo te zeggen, met Golla, hartstikke goede jongen. En je gunt zo'n jongen gewoon een transfer. Maar ja, als het dan moet blijven, dan ga ik gewoon een concurrentiestrijd met hem aan. Maar natuurlijk hebben we het erover van, ja, als jij weggaat, kan ik lekker spelen. Maar in hoeverre gaan die jongens, zoals Del en Golla, nog echt een kans krijgen om in de basis te spelen? Golla heeft dat natuurlijk al gedaan, maar wilde graag weg. Nu komen zij terug. Met wat voor gevoel ga je die jongens benaderen straks? Nou, ik kijk gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En op het moment dat ik denk van dat iemand goed functioneert, blijft hij staan. En op het moment dat het wat minder is, dan kijk ik van wat zijn de alternatieven. En dat geldt ook voor hun. Succes de komende week. Dankjewel. Dank je.